Goedemorgen jongens. Ja, dit is een beetje. Ik ben bezig met mijn haar. Ik zie jullie zo. Nou jongens, daar ben ik dan weer. Ik was even mijn haar aan het doen, dus daarom dat ik eventjes. Ik moest ook nog haasten. Maar ja, ik ben nu klaar en ik ga naar mijn oma. En. Ja, kom al. Kijk, dat bedoel ik dus, hè. En daarna ga ik werken. En dan zie ik het wel. Dus ja, ik ga nu naar mijn oma en dan zie ik jullie dadelijk. Oké, jongens, ik ben weer thuis. Ik ga jullie wat laten zien. Ik heb namelijk een app gedownload en die app heet Sweatcoin. En dit is hem. Deze blauwe. Dus die scherpveld. Ja, dus je kan eigenlijk gewoon heel makkelijk geld verdienen door te lopen. En hoe het werkt is dat ik zeg maar, omdat ik best wel veel volgers heb, heb ik een soort van, hoe noem je dat? Ja, anyways, ik heb er gisteren gewoon 100 euro meer verdiend. En het is gewoon heel makkelijk geld verdienen. Dus als je deze app downloadt en je loopt gewoon, dan kan je dus geld verdienen. En ik ga jullie even laten zien hoe het werkt. Zie je het doet. Ja, oké. Okay. Dus dit is dus hoe het werkt. Jij stuurt de link van jouw profiel van Sweatcoin naar je vrienden. En als jouw vrienden dat deze app downloaden, dan krijg jij dus Sweatcoins. En voor elke vriend die de app downloadt, krijg je dus 5 Sweatcoins. Zoals jullie zien heb ik er nu 117. En dit zijn dus alle mensen die de app hebben gedownload via mij. En dan kreeg ik dus, zoals jullie hier zien, $100 cash. Oké, jij. Zoals je hier ziet had ik dus $100 cash voor 400 Sweatcoins. Dus ja, dat is wat ik wou zeggen. Als je dit ook wilt, heel makkelijk geld verdienen. Klik dan in de link in mijn bio en dan in de beschrijving. En dan doei! En dan moet je gewoon de app downloaden, registreren en dan krijg je dus geld voor lopen. En ja, ik ben dus nu net thuis van mijn oma. Ik ga nu werken. Ik moet eigenlijk nu weg, want het is 3 uur en ik begin om 3:30 en ik moet nog met mijn teamleider praten. Dus ik ga nu weg en wat ik daarna ga doen weet ik nog niet, maar ik ga in ieder geval nu naar mijn werk. En dan zie ik jullie als ik terug ben van mijn werk. So guys, I'm back home. En ik ga straks waarschijnlijk hardlopen met mijn moeder en mijn zusje. Maar ik weet niet eigenlijk, want ik weet niet of mijn ma nog zin heeft. Als ze gaat, dan ga ik ook wel mee. Maar het ligt eraan. Oh, mijn kamer is altijd opgeruimd, jongens. Ik bedoel altijd een rotzooi. Ik ga zo even mijn kamer opruimen. En wat ik nu ga doen, weet ik niet. Gewoon chillen. En dan zie ik het wel of ik zo ga lopen. Het is nu 7 uur. Als ik ga lopen, ga ik over een uurtje lopen. En anders niet. Nou jongens, ik heb net hard gelopen en gedoucht. Ik insert wel eventjes een snap dat ik aan het hardlopen ben. Dus ja, ik ga nu eventjes naar beneden en werkstuk afmaken wat ik nog af moet maken voor school. En dan ga ik eten, want het is nu... Oh ja jongens, dit is een Ramadan vlog. Dat weten jullie al uit de titel, maar ik heb het nog niet gezegd in het echt. Het is nu 9:02. Dus ja, we mogen straks eten. En ik heb nu al spierpijn in de kuiten. Ik loop nooit hard. Maar ja. Dus nog een uurtje en dan gaan we eten. Oh ja, we eten kapsel, jongens. Nou jongens, dit is mijn self-made kapsalon. Ismina. Dus ja jongens,
Dit is het einde van mijn vlog. Ik heb niet heel veel gedaan. Ik was heel veel thuis. Maar ik ga morgen weer vloggen. En ik denk dat ik morgen wel een leuke vlog heb. Want ik ga of naar mijn vader of een nieuwe telefoon halen. Dus ja. Ik zie jullie morgen weer. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vinden. Ik ga proberen zoveel mogelijk te vloggen. Want ja, het is een beetje onregelmatig. Ik wil het gewoon een beetje opkrikken. Dus ja, dat was het. Vergeet mijn video niet te liken. Mij te volgen op mijn social media kanalen. En dan zie ik jullie de volgende keer.